De heer Epping. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als we dan kijken wanneer het klimaatfonds in elkaar werd gezet, toen waren er nog hele tijden, was er nog een hele wereld. En zoals u zelf al heeft gezegd, dat is allemaal veranderd. En dan kijk ik ook naar de stijging van de inflatie, de stijging van de kosten, vooral van het materiaal. Als ik kijk naar wind op zee, dan is er sprake van een toename van de kosten van 20 tot 40%. Die kosten die lopen voortdurend op. En de aanleg van 2 gigawatt kost. Dan moet ik het even goed hebben hoor. Nou, ik zal eventjes zo zeggen. De doel is 21 gigawatt op zee. En dat kost 42 miljard bij de huidige stand van zaken. Dat is meer dan er in het klimaatfonds zit. Dus mijn vraag is, wat is nog mogelijk? Het is niet dat ik er tegen ben of zo, maar ik wil weten, wat is nog reëel en wat is nog betaalbaar? Want die windmolenparken die gaan steeds verder ook uit de kust. Dan wordt de zee dieper, de aanlegkosten worden groter, de kabels zijn duurder. En op die manier ga ik me vragen stellen van, wat is reëel? En zoals u weet, ik heb eens een keer hier in deze zaal de heer Drees aangehaald. Niet alles kan en zeker niet alles tegelijk. Ja. Ja, voorzitter, wind op zee is inderdaad een heel belangrijk onderdeel van onze energietransitie. We moeten straks zo'n 80% van de elektriciteitsproductie voor zijn rekening nemen. Dat financieren we wel ook buiten het klimaatfonds om. Dus het klimaatfonds is echt bedoeld voor alle zaken die ik net noemde. De windparken op zee worden tegenwoordig echt zonder overheidsbijdrage geveld. Bedrijven zijn heel happig op het realiseren van die windparken op de Noordzee. Ik heb ook in een schriftelijke beantwoording wat nadere duiding gegeven over verschillen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. En ik kom zo meteen nog even terug op een aantal vragen van de heer Boswijk. Maar de heer Epping wijst terecht op ook de kosten van het netwerk op de Noordzee. Die zitten niet in die veilingen waar bedrijven gebruik van maken, omdat we Tennet opdracht hebben gegeven om dat netwerk al te bouwen. We zijn wel ook aan het kijken, als we straks steeds verder uit de kust die windparken ontwikkelen, wordt het dan op een gegeven moment ook niet verstandiger om waterstofproductie op zee te doen, zodat we het gasnetwerk op de Noordzee kunnen hergebruiken. Dan hoeven we niet nieuwe kabels te trekken, maar maken we slim gebruik van infrastructuur die er al ligt. En we kijken hoe we windparken van Nederland ook kunnen verbinden met die in het Verenigd Koninkrijk, om gezamenlijk ook daarvoor kostenbesparingen voor elkaar te krijgen. En in het voorjaar kom ik met een betere doorkijk op het elektriciteitsnetwerk op de Noordzee. Omdat ik het met de heer Epping eens ben, we moeten daar wel ook heel scherp naar de maatschappelijke kosten blijven kijken. En ervoor zorgen dat we tegen de laagst mogelijke kosten die parken ontwikkelen. Ja, voorzitter. En het gevolg is dan dat natuurlijk de meerkosten in die prijs van de aanleg van deze parken terug te vinden zijn in de prijs. Dus de prijs van elektriciteit gaat omhoog. Men spreekt over 12 tot 15 cent per kilowattuur. Dat is bij kerncentrales veel lager. En dan vraag je je af, wordt elektriciteit niet een soort van luxeproduct? Want welke burger kan dat nog betalen? Ja, daar moeten we ook wel kijken naar de totale prijs van elektriciteit. Ja, het kan zijn dat de kosten voor het netwerk toenemen, maar windproductie op zee is op dit moment buitengewoon lucratief. We zien ook dit jaar een hele grote productie van wind op zee tegen lage tarieven. En dat zal op termijn, als we dus een groter aandeel wind op zee hebben, ook kunnen leiden tot juist een daling van elektriciteitsprijzen. Dus we moeten denk ik elke keer zowel kijken naar de kosten van ontwikkeling, de kosten van exploitatie en de kosten van het netwerk. Dat zal ik dus in het voorjaar, als we de update hebben, zo goed mogelijk voor uw Kamer in beeld proberen te brengen, voorzitter. Oké, dank u. De heer Erkens. Ja, voorzitter, misschien even doorgaan op dit onderwerp. Eén vraag kan inderdaad zijn de hoogte van de nettarieven in de toekomst, maar de tweede is ook hoe die toegedeeld worden aan de gebruikers. Ja. En daar bestaat natuurlijk wel veel discussie over, van wat doet het met je concurrentiekracht, wat betalen huishoudens en hoe verdelen we dat ook over de jaren heen. En waar ik eigenlijk geen zoek, maar misschien heeft de minister ook wel een idee voor, is kunnen we dat ook nog verder laten onderzoeken hoe dat in de toekomst inderdaad vormgegeven moet gaan worden. Want ik ben anders bang dat een deel van die kosten disproportioneel bij een gedeelte van de bevolking of een gedeelte van de bedrijvigheid plaats gaat vinden. Ja, voorzitter, terechte vraag, want in eerdere debatten is ook wel eens de vraag opgekomen, als je ziet
in welke mate we dan mogelijk ook elektriciteit gaan exporteren naar de buurlanden. Kun je daar ook ergens een deel van de kosten dan in verwerken, zoals we dat nu ook hebben gedaan met de kosten voor de gasopslagen? Dus wij, hier hebben we een inventarisatie op lopen, maar ik weet even niet uit mijn hoofd waar dat in gaat terugkomen. Dus dat zal ik zo meteen in de tweede termijn nog laten weten. Voorzitter, mevrouw Koekoek had gevraagd naar de rol die de financiële sector kan spelen bij het terugdringen van CO2-uitstoot. De financiële sector is daar heel cruciaal in. Vele miljarden die de financiële sector beheert en investeert kunnen ook echt een positieve impact hebben als die meer op duurzame keuzes worden gericht. We zijn ook allemaal kwetsbaar voor klimaatverandering en kosten die in de toekomst op ons kunnen afkomen. Dus ook de financiële sector speelt een belangrijke rol bij de advisering bij bestaande assets. In Nederland hebben we met de financiële sector een klimaatcommitment afgesproken, waar de sector ook echt zijn verantwoordelijkheid neemt en daarin ook voorop loopt ten opzichte van veel andere landen. We zijn wel aan het kijken hoe kan dat nog beter worden versterkt. Dus ik heb samen met de minister van Financiën, de minister van Economische Zaken en mijzelf eens een verkenning aangekondigd naar maatregelen die die impact nog verder kunnen vergroten. En daarbij inventariseren we ook meteen hoe we dat binnen een gelijk Europees speelveld kunnen doen, of in ieder geval met de buurlanden, omdat die financiële sector natuurlijk echt over de grenzen werkt. Dus die impact wordt alleen maar groter.